specifieke afweer gaan ons mee bezighouden. We gaan kijken over op een, hier op het whiteboard naar een virusinfectie. Die virus die komt het lichaam binnen en die wordt opgemerkt in het lichaam door een macrofaag. En met behulp van fagocytose, ja, dat is het omsluiten van die macrofaag om dat virus heen, gaat hij dat virus tot zich nemen, innemen en zal dat virus verteerd worden. Delen ervan presenteert die macrofaag weer aan de buitenkant van zijn celmembraan. Dus bepaalde eiwitten voor, MHC2 eiwitten zijn dat. En in dat MHC2 eiwit zit een antigeen. Antigeen betekent lichaamsvreemd stofje. In dit geval hè, delen van de buitenkant van dat virus. En dat laat hij aan de buitenkant zien van zijn celmembraan. Daarmee is het een antigeen presenterende cel geworden, een APC. Die APC die activeert T-helpercellen. En T-helpercellen, dat zie je wel in dit schema, enorme spil, komen allemaal pijlen vandaan. Zonder die T-helpercellen zijn we reddeloos verloren. Die T-helpercellen die worden hiermee geactiveerd. Waar haalt hij die T-helpercellen vandaan? Nou, een hele grote voorraad aan pre-T-helpercellen, die ligt al klaar, die ligt te wachten. En die hebben allemaal hun eigen receptor. En binding van deze T-helpercel met het antigeen wat hij hier presenteert, dat zorgt ervoor, alleen degene die de goede receptor heeft, die daarop past, dat zorgt dat hij geactiveerd wordt. Daarna gaat hij delen en vormt T-geheugencellen en heel veel meer T-helpercellen. En die T-helpercellen, ja, die gaan van allerlei dingen doen. Twee dingen. Hier zo. Naar links de humorale afweer en hier naar rechts de cellulaire afweer. Eerst de humorale afweer. Die T-helpercel die bindt aan een B-lymfocyt, die past weer op dat antigeen. Kijk in je binas mee, een hele grote voorraad aan B-cellen. En alleen degene die past, die bindt hier met de T-helpercel en die activeert die B-lymfocyt. Ook deze gaat zich weer delen. Je ziet dat die celdeling komt steeds maar weer terug. Want we willen natuurlijk in een hele korte tijd heel veel witte bloedcellen hebben om die ziekte te bestrijden. Die deling die zorgt voor heel veel plasmacellen en wat minder B-geheugencellen. Die plasmacellen die produceren immunoglobine, antistoffen, die worden afgegeven van het bloed. En dit antistofmolecuul past weer precies op de buitenkant van dat virus. Wordt helemaal met antistof omgeven. Dat is alweer een vlag voor macrofagen om dat virus op te eten. En dat zorgt ervoor dat het virus niet meer kan komen bij de menselijke cel. Dus die is daarmee onschadelijk gemaakt. Deze T-helpercel die activeert ook pre-TC-cellen. Die TC-cellen zijn cytotoxische T-cellen. En cytotoxisch, cyto betekent cel, toxisch, giftig. Ja, voor welke cellen zijn deze T-cellen nou giftig? Nou, voor je eigen cellen. De pre-TC-cel die kan binden met een geïnfecteerde lichaamcel met het MHC1-complex, wat een antigeen ook presenteert. Wordt geactiveerd door cytokine. Hij gaat delen. Ja, hij is eerst actief geworden. Is dus van een pre-TC-cel. Is het een TC-cel geworden. Hij gaat zich delen naar meer TC-cellen. En af en toe ook weer naar een TC-geheugencel. En deze TC-cel die zorgt voor lysis. Lekprikken. Door middel van perforine. Van deze eigen lichaamcel die ziek is. Je ziet een hele complexe situatie. Wat je ook ziet is dat er meerdere plekken worden de geheugencellen gemaakt. Die geheugencellen zorgen ervoor dat bij een herhaalde infectie van hetzelfde virus, hoeft niet dit hele proces wat heel veel tijd kost opnieuw van gang te gaan. Nee, dan kunnen we vanaf hier die T-geheugencellen, die B-geheugencellen, kunnen zich direct gaan delen en worden plasmacellen of worden meer TC-cellen of worden weer meer T-helpercellen. Dus die tweede keer kunnen we veel sneller van start en worden we dus niet ziek. Alleen die eerste keer worden we ziek. Aan specifieke afweer is het gedeeld tot die APC. Hè, want die macrofaag die eet alles op wat lichaamsvreemd is. Cellulaire afweer. Want de ene cel, namelijk die TC-cel, die eet jouw lichaamcel op. Of die maakt die kapot. Die zorgt dat die doodgaat door middel van lysis. Cellulaire afweer, humorale afweer, dat zijn de antistoffen die aan het bloed worden afgegeven. En humor schijnt in het Latijn iets van vocht te zijn. Vocht als in bloed en lymfe. Heel veel kennis in één keer. Erg lastig. Ja. Begrijp die twee dingen. B-cellen en T-cellen.
B-cellen horen bij humorale afweer, T-cellen bij de cellulaire afweer. Begrijp die tweedeling. Kijk mee in je BINAS 84L. Ja, zorg dat je dit schema begrijpt. En vind het te gecompliceerd, maak je eigen schema. Ja, teken mee, dit is erg lastige stof. Maar zoals met een filmpje, spoel terug, luister het nog een keer of stel vragen in de les. Heel veel succes.